Hey, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ken je dat? Dan wil je iets. Ik wil bijvoorbeeld koffie. En dan doe je het koffieapparaat naar de drie. Jij moet eerst de watertank vullen. En dan heb je. Hier ben je. Dan heb je de watertank. Heb je de watertank gevuld? Zegt hij, ja, de afvalbak moet je leeg. En dan gaat hij nu zeggen bonen blijven. Denk het niet. Volgens mij heb ik nog wel een beetje bonen. Dat is ook een mooi verhaal trouwens. Er zou vorige vrijdag. Vorige vrijdag zou er iemand komen die koffiebonen verkoopt. Om mij uit te leggen waarom ik bij hem koffiebonen moest kopen. En hij had me donderdag had hij me nog gebeld. Van, ja, moet je horen, ik ben een beetje verkouden. Maar ja, ik laat wel even, laten we vrijdag even overleggen hoe het gaat. Ik zei, ja, ik heb verhoogde weer. Had jij dat gezien van die Braziliaanse president? Dit is nieuw, van Frida. Dankjewel, Frida. Ja. Maar goed, van die Braziliaanse president zegt van, ja, maar ik heb een atletische achtergrond. Dus ik kan toch niet ziek worden. Ja, dat is fijn om je volk een hart onder de riem te steken. Van ja, jullie gaan dood, maar ik blijf leven. Dus maak je niet druk. Zullen we ook al bruin? Allemaal hem en vrienden gaan weer de straat op. Heus wel. Ze hebben eentje die is wel gaaf. Ze hebben zo'n Land Rover Defender in hemmenkleuren. Dat is toch wel. Mocht het ooit de crisis voorbij zijn en ik heb heel veel geld over, dan wil ik wel een Land Rover Defender. Goed. Oh, hey, en ik heb sportkleren aan. Ik ga zo meteen, om 9 uur pas. Dus het is nog 2 uur en een kwartier. Ga ik eerst vechtsporttraining doen met Doet. Via, ik denk, live, Facebook live. Live event. En daarna Pilates. Gewoon op. En door. En door. Dus kijk wat dat doet. En dan moet ik nog voor mijn golloze sportvriendjes. Moet ik nog een Wall Street Challenge meten. Dus dat is. Zal ik dat live? Nee, dat is niet leuk, hè? Want als ik. Dus dan zit je gewoon zo. Hoek van 90 graden. Nee, ik zit nou makkelijker. En dan volhouden. Maar. Hou je mond. En dat we daar kunnen zorgen dat minder huisartsen geconfronteerd worden met deze patiënten. En dus ook minder kans hebben om besmetting te krijgen. Ja. En dat iedereen met luchtwegklachten al direct wordt gescheiden van alle andere patiënten. Zo. Yeah. Ik was gisteren ook reclame aan het kijken. En toen was de reclame voor Bronchostop. Helpt tegen alle luchtwegproblemen. Nou, goede timing. Sowieso hebben heel veel reclames zoiets van. Hè? Maar hoe dan? Nu dan? Nou, ik heb nog een ander dingetje. Stel. Het is lente, hè? En dan gaat je hart wordt dan weer groter. En dan weer. Die wil er weer dingen. Dan wil je weer verliefd worden. Maar hoe. Hoe dan? Kan dat? Kan je daten op 1,5 meter afstand? Dat kan wel. Maar is dat slim? Want je date natuurlijk. Toch om elkaar beter te leren kennen en om dichter bij elkaar te komen. Dus ja, ik ben niet zo van de regeltjes hoor. Van goh, pas bij de tweede date dit of de derde date. Alles eerst daten? Nou, kan. Maar op een gegeven moment vind je het toch wel fijn om te zoenen. Toch? Toch. Ja, er zijn mensen die niet houden van zoenen. Maar over het algemeen, ik ga even uit van mezelf, is het fijn om te zoenen. Dus als je iemand nieuws leert kennen die je wel leuk vindt en waar je ook wel een beetje. Ja, verliefd zijn misschien niet, maar een beetje gevoelens voor elkaar, waar je verliefd op zou kunnen worden, dan wil je daar toch wel mee zoenen, toch? Maar ja, hoe dan?
Maar goed, gelukkig nog chatten. Maar ja, ik weet niet, ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Dus dat. Ik ga lekker even een ander sport doen. Doei!